Welkom iedereen. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. En dat we het kunnen hebben over de dictatuur en de waarheid. Dit is de nacht van de dictatuur. En het is de prikkelende tegenhanger van de dag van de democratie van de VN. Dus dat is wel fijn. Gewoon dictatuur bespreken in de nacht. Want het is best wel donker om in een dictatuur te leven. Het is een serie van avonden. Dus als je vanavond niet genoeg hebt gehad, dan zijn er ook nachten van de dictatuur in Den Haag, Rotterdam en Groningen. Dus ga erheen als je tijd en zin hebt. En wie heeft het allemaal georganiseerd? Nou, we zijn hier in de Bali, dus het is georganiseerd door de Bali. En het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur, de Buren, en met hulp van de V-Fonds. Dus dank jullie allemaal wel als jullie er allemaal zijn. Heel fijn dat we hier samen kunnen zijn. Wie ben ik? Want ik sta hier plotseling om zomaar dingen te zeggen. Ik heet Amma, je ziet mijn naam daar, Amma van Danzig. Ik heb een Ghanees en een Nederlands achtergrond. Ik heb een eigen onderneming, het heet Dr. Monk. En we doen heel veel onderzoeksprojecten. Maar met mijn Nederlands en een Ghanees achtergrond heb ik wel een idee van hoe dingen lopen als het gaat om politiek op het Afrikaanse continent, vanwege mijn werk en mijn ervaring en mijn eigen geboorteland. Maar ook over Nederlandse betrekkingen, ook vanwege mijn achtergrond. Daarnaast ben ik ook moeder, dat vind ik ook altijd leuk om te zeggen. En daarom vind ik de toekomst heel belangrijk, onder andere. En vanavond dus ook de moderator. Als wij gaan praten straks, dan wordt er gelivestreamd. Vinden jullie dat allemaal goed? Als je het niet goed vindt, dan kan ik er weinig aan doen. Maar het is wel goed om te weten dat je hebt ingestemd. En verder wou ik ook zeggen dat ik graag wil dat je de telefoons stilzet of uit als het kan. Want dat kan best wel awkward zijn als je zomaar gebeld wordt tijdens een belangrijk gesprek over de dictatuur. Dus wat gaan we vanavond doen? Er gaat eigenlijk best veel gebeuren. Het is verdeeld in twee delen. De eerste deel is wat wij nu samen hier gaan doen. En dat is praten over de situatie in Burundi aan de hand van de film On Air. En Bob Rugurika uit Burundi is onderzoeksjournalist. Hij is hier met ons en hij gaat zo meteen wat vertellen. En de maker van het film Mano Lansens is er ook. Dus wij kunnen met hun in gesprek gaan na de vertoning van de film. Kan iedereen mij goed horen? Oké, fijn. Dankjewel voor de feedback. En daarna is er een tweede gedeelte. Dat begint hopelijk... Nee, dat begint gewoon om 9:15. Op tijd, hè? Dan duiken we in drie casussen waarbij Nederland en België een relatie hebben gehad met dictatoriale, corrupte regimes. Leuk! Misschien niet zo leuk, hè? Ik sprak een vriendin van mij, zij is diplomaat, en zij vertelde dat die relaties, dat gaat om de betrekkingen, het gaat niet om vriendschap. Dat vond ik wel een interessante inzicht. Dus dat je hoeft niet met elkaar, als je vrienden bent, dan moet je, you have to get along. Dan is dat zo belangrijk. Maar het is gewoon dat er betrekkingen zijn. Ik denk dat wel fijn is om in je achterhoofd te houden als je nadenkt over wat Nederland in dat soort landen doet. Maar wat is nou de centrale vraag? Waarom zijn we hier? Waar gaat de nacht van de dictatuur over? Nou, we leven in een tijd van alternative truth en alternative news. Maar hoe zit het nou eigenlijk met de waarheid? Welke waarheid kies je? En welke geloof je als het gaat om macht en politiek en autoriteit? En wat doe jij om achter jouw waarheid te staan? Dus wat doe je om erachter te komen wat waar is? En wat doe jij om voor jouw waarheid? En ik denk dat belangrijke vragen zijn voor ons allemaal als burgers. Ook als Nederlandse burgers. Want soms denken we dat het allemaal wel prima is. Maar we moeten toch wel kritisch zijn. En ik denk niet dat jullie zomaar hier zouden komen op een donderdagavond als jullie niet kritisch waren. Dus,
Maar we hebben dus de onderzoeksjournalist en mensenrechtenactivist Bob Rugurika. En hij heeft enorm veel op het spel gezet om achter zijn waarheid te staan en te komen. En hij heeft ook zijn leven op het spel gezet. Waardoor hij inmiddels niet meer in zijn land kan wonen. Hij elders woont. En hij is er vanavond en geeft kort een voorwoord aan het film voordat we het gaan kijken. Als je de hele tijd iemand hoort praten terwijl ik praat, en dan denk je van waarom zeg je niet dat ze stil moet zijn? Dat is de tolk. Want ze is heel lief en heel beleefd. Ze is helemaal niet zo onbeschoft als je zou denken als ik dat niet had gezegd. Vandaar de, en Bob gaat nu de voorwoord geven. Als hij klaar is, als je geen Frans spreekt, maak je maar geen zorgen. Want onze lieve tolk die gaat het allemaal samenvatten. En voordat hij dat gaat vertellen, wil ik nog meer mensen bedanken. Want het is een zeer bijzondere avond. Omdat het de première is van On Air. En het is een co-productie van Serendipity Film en Nut & Bolts Film Company. En gefinancierd door het Nederlands Filmfonds. Dus ook een samenwerking, dat is ook wel fijn. Dat dit niet door één persoon wordt gemaakt. Maar dat mensen zoals Bob en de maker van dit film goed gesteund worden door verschillende instituties die ook voor de waarheid staan. Dus ik zal niet meer praten. Ik wil graag de vloer geven aan Bob Rugurika. En warm applaus voor hem, alsjeblieft. Bonsoir. Merci. Je me sens honoré aujourd'hui d'être ici devant vous, cette auguste assemblée. Et un peu de mots, comme elle vous l'a dit, je m'appelle Bob Rugurika. Je suis de nationalité burundaise. Je viens du Burundi. Je suis journaliste d'investigation. Madame l'a tout de suite dit. Aujourd'hui, je suis en exil. Suite à mon travail de journaliste et d'investigation, je ne peux plus vivre dans mon pays, le Burundi. Et ici, je suis aussi honoré d'être avec certains Hollandais, citoyens hollandais, qui connaissent très bien le Burundi, qui ont travaillé au Burundi, qui ont essayé de servir ce pays en matière des droits, en matière des principes. Et peut-être ils auront à dire ce soir. Je suis père de famille, je suis marié, j'ai une femme et trois enfants. Et pour le moment, comme vous l'avez entendu, je suis en exil, mais je suis partagé entre la Belgique et le Rwanda. Le Rwanda qui est le pays voisin du Burundi. La Belgique pour des raisons familiales, mais aussi le Rwanda pour des raisons professionnelles. Parce que depuis la crise de 2015... nous avons créé d'autres nouvelles plateformes médiatiques. Nous avons lancé une radio en ligne. À partir de cette radio, les Burundais et la communauté internationale peuvent être informés sur ce que nous faisons et surtout sur ce qui se passe au Burundi. Parce que pour votre information, depuis 2015, le régime dictatorial burundais a détruit tous les médias indépendants. Ça veut dire 5 médias indépendants. Ils sont détruits et fermés. Aujourd'hui, ils sont gardés par la police. Donc, vous comprenez que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour éviter à ce qu'au Burundi, il y ait vraiment des crimes de masse à huis clos. Nous faisons tout pour que la communauté internationale, les Burundais, puissent être au courant de ce qui se passe au Burundi. Goedenavond, ik ben Bob Rugurika en zoals u al heeft begrepen kom ik uit Burundi en ben ik onderzoeksjournalist. Maar net als mevrouw net al heeft gezegd, ben ik niet meer in staat om in mijn eigen land te wonen en leef ik in ballingschap. Heb ik de eer hier vanavond te zijn en dat stel ik zeer op prijs. En heb ik de eer om hier ook samen te kunnen werken met een aantal Nederlandse burgers die ik al langer ken. En die een hele tijd in Burundi hebben gewerkt en meegemaakt.
meegeholpen hebben om de mensenrechten te verdedigen. Ik ben eveneens getrouwd, ben een vader van 3 kinderen. En zoals ik al zei, leef ik in ballingschap. Gedeeltelijk in België met mijn gezin en gedeeltelijk in Rwanda om professionele redenen. Waarom in Rwanda? Omdat Rwanda een buurland is van Burundi en dat sinds 2015 het dictatoriale regime alle media vernietigd hebben. En vandaar dat wij niet meer in ons eigen land om de informatie kunnen verstrekken, maar daarom hebben wij een vrije radio opgericht die je online kunt beluisteren. Vanuit Rwanda kunnen de mensen in Burundi en ook de andere internationale mensen die in de rest van de wereld wonen, naar ons luisteren. Wij proberen zoveel mogelijk informatie te geven over wat er zich afspeelt in Burundi. U moet weten dat het regime massamoorden pleegt, probeert het allemaal te verdoezelen. Het gebeurt achter gesloten deuren. De politie houdt alles in macht en onder controle. En vandaar dat het belangrijk is dat wij proberen zoveel mogelijk informatie te verstrekken over wat er gebeurt in Burundi. Dank u wel. Merci beaucoup. Je voudrais juste ajouter un autre petit mot pour vous dire que je suis doublement honoré d'être invité aujourd'hui ce soir parmi vous. Au cours de cette nuit de la dictature, parce que vraiment, je pense, avec le documentaire qui va suivre, vous allez voir que les dictatures, non seulement en Afrique, mais partout ailleurs, partout au monde, les dictatures ont des effets dévastateurs. Et surtout, ne pensez pas que les dictatures affectent seulement les victimes. Les dictatures affectent aussi les pays civilisés, par exemple la Hollande. Aujourd'hui, dans le documentaire qui va suivre, ou bien dans les débats, je sais qu'il y a ici des experts qui ont travaillé sur le Burundi, vous allez constater, par exemple, comment la dictature burundaise affecte la vie, non seulement des citoyens issus des pays civilisés, mais affecte les relations diplomatiques internationales qui font qu'on ne peut pas parler de développement dans des pays civilisés, dans des pays démocratiques, alors qu'il y a d'autres pays qui sombrent dans les dictatures. Alors, dernier mot, c'est que c'est vraiment, je ne sais pas, je ne vais pas parler au nom pour le compte des réalisateurs ou des producteurs de ce film, mais je vais vous dire que ce fut un très grand bon hasard, parce que le documentaire se réalise, je pense, sur plus de 2 ans. Et je pense, au début, l'idée du documentaire, le réalisateur va en parler, mais au Burundi, il s'est passé beaucoup d'événements, je pense, qui ont influencé le documentaire. Et vous allez le constater, dans le documentaire, il y a des événements tellement malheureux qui porte atteinte à la démocratie, non seulement au Burundi, mais dans le monde. Je vous remercie. Nogmaals dank. Ik wil nog graag even iets zeggen dat het hier voor mij een dubbele eer is om hier uitgenodigd te zijn. Want het is de nacht van de dictatuur. En de dictatuur, zoals u zult zien in deze documentaire, is ook al die vindt niet alleen plaats in Afrika of in andere landen ver van hier in de rest van de wereld. Het heeft een absoluut vernietigend effect. Niet alleen op het land in kwestie, niet alleen op de slachtoffers al daar, maar ook op Nederland, ook op de zogenaamde ontwikkeling. De beschaafde wereld. Het heeft namelijk een effect op alles wat te maken heeft met diplomatieke, commerciële relaties. En zolang zolang er een dictatuur bestaat in de wereld, kunnen we niet zeggen dat kunnen we niet spreken over ontwikkelde landen. Als u hier bent bijvoorbeeld. En ik wil niet spreken uit naam van de filmmakers zelf, maar u zult in deze documentaire opmerken dat die heeft plaatsgevonden gedurende de 2 jaar die vooraf zijn gegaan aan het begin van de dictatuur. En dat in die periode enorm veel is gebeurd. Het is misschien een toeval dat toen de film werd gemaakt, maar het geeft u een duidelijk beeld van de afschuwelijke effecten die deze ontwikkelingen hebben gehad. Dank u wel. Thank you.
Nu, we hebben het allemaal gezien. Volgens mij is het best veel om te zien. Maar gelukkig zijn de maker en de hoofdrolspeler ook aanwezig. Dus die wil ik graag uitnodigen om het verder te bespreken. Ik ga een paar vragen stellen. En ik hoop dat er dan nog tijd is voor 1 of 2 vragen uit de zaal. Is dat goed? Is een goede afspraak? Oké. Okay. Nou, dan wil ik graag Bob uitnodigen om hier plaats te nemen met zijn tweeling, de tolk. En Mano Lansens, die de film hebben gemaakt. En een applaus voor hun, alstublieft. Ik wil ook even zeggen dat we een tolk hebben. Ik spreek een beetje Frans. Maar misschien is het fijner als de tolk alles vertolkt. Ik ga de vragen stellen in het Frans. Bob gaat beantwoorden in het Frans. En dan gaat de tolk dat vertalen voor ons. En als ik een vraag stel aan Mano, doe ik dat in het Nederlands. En dan beantwoordt hij dat ook in het Nederlands. Zodat er geen verwarring is over wat allemaal gebeurt. Hallo. Oké, donc Bob, merci beaucoup. À vous deux, pour partager votre histoire. Je pense que c'est un peu, c'est beaucoup, hein? C'est émouvant, oui. Parce que comment vous vous sentez maintenant quand vous voyez, parce que ça fait beaucoup des années que vous avez fait cette film, que vous avez vécu tout ça. Comment vous vous sentez quand vous voyez ça? Bon, oui, c'est vrai que ça fait de cela 6 ans. 6 ans, 5 ans, je pense, c'est depuis 2014, 15. C'est vrai que revoir chaque fois ces événements, pour moi, c'est, je suis vraiment partagé entre 2 sentiments. Et tout d'abord, c'est un sentiment de tristesse, parce que comme vous l'avez vu, la fin du documentaire, c'est triste. Et ce qui s'est passé, ce fut la fin de la démocratie au Burundi. La destruction de la liberté des médias, de la liberté d'expression, mais aussi, ça me fait plaisir de me savoir vivant et de me rappeler que nous avons essayé de mener un combat qui allait donner des libertés civiles et politiques à nos compatriotes. Non, c'est pas la même. Pardon, dat was een reflex. Dank u wel. Bob, hoe voel jij je nu je deze film hebt kunnen bekijken? Antwoord, het was heel erg indrukwekkend en ook heel ontroerend om dit weer te zien. Hoewel er vrij veel tijd overheen is gegaan. Ik denk dat het al een jaar of 4, 5 geleden is, in 2014. En iedere keer als ik deze film bekijk en de evenementen weer herinner, dan heb ik een dubbel gevoel. Aan de ene kant natuurlijk enorme trieste emoties, omdat het, zoals u zelf kan zien, het einde in verdrietig is. Het is het einde van de democratie, het is het einde van de vrijheid, de persvrijheid en meningsvrijheid. Aan de andere kant ben ik iedere keer weer immens gelukkig dat ik leef. En dat wij deze strijd hebben kunnen voeren, dat we die strijd hebben begonnen, zijn begonnen en dat we proberen die nog door te zetten. Merci beaucoup, Bob. Merci. Ik ga nu een vraag stellen aan jou, Manu, want jij hebt dit gemaakt. Hoe ben je in contact gekomen met Bob? Eerst en vooral vind ik het geweldig om hier te mogen zijn vanavond. En dankzij de co-producenten, het Nederlands Filmfonds en ook de Bali natuurlijk. Het is de eerste buitenlandse première. Het voelt niet zo aan. Ik voel me hier echt goed. Een geweldige vertoning vanavond. Mijn eerste objectief was in de regio van de Grote Meren. Zoeken naar een. Dus ik wou iets maken over onderzoeksjournalistiek in Afrika en in de Grote Merenregio. Maar ik heb eerst gezocht in de Kivus in Congo. En ik vond niet onmiddellijk wat ik wou. En via een kennis die de regio heel goed ken,
kent, ben ik dan naar Burundi gegaan. Ik kende Burundi totaal niet, of ik kende heel weinig van het land. Ik ben er een beetje toevallig beland vanuit Bukavu op de bus. En ik had het adres van Bob en ik had een afspraak. Dus ik kwam in Bujumbura aan en ik had de dag daarna een afspraak met Bob op de radio, op de redactie. En toen ik eraan kwam, zei een van de journalisten, ja, maar Bob, die is er niet. Die is op het gerechtshof om te protesteren tegen een of andere regeling of wet de vrijheid van de journalisten toen moest beperken en hij was gaan protesteren. En dat schetste de man onmiddellijk. En even later kwam hij toe. En Bob heeft een charisma, hij vulde de ruimte met zijn energie. En ik had onmiddellijk zoiets van, ja, ik heb mijn hoofdpersonage ik wil meer te weten komen over deze radio, over deze man en over dit land. En zo is het eigenlijk allemaal begonnen. En wat een toeval, toch? Dat je daar bent terwijl dit allemaal gebeurt. Voor een stuk een toeval, ja, maar zo gaat het vaak natuurlijk. Ja. Ja. En waarom heeft het nou eigenlijk zo lang geduurd? Waarom is het nu pas uitgekomen, deze film? Tja, dat is een goede vraag. Het was heel... De opnamen waren heel complex, omdat we hadden het helemaal niet zo gepland. Dus ik wist dat Burundi een voorbeeld was voor in de regio dan voor journalistiek. Dus na de burgeroorlog daar is er ontzettend veel gebeurd en was er een heel grote vrijheid voor journalisten. Burundi was echt een voorbeeld van persvrijheid voor de regio. Dus dat was op zich zeer interessant. Dus ik wilde een documentaire over onderzoeksjournalistiek maken. En ik zat goed bij Bob, want zijn radio was daar echt in gespecialiseerd. Heel uitzonderlijk in Afrika en ook ontzettend moeilijk, want de omstandigheden zijn niet dezelfde dan in Europa of in het Westen. Wacht, inderdaad kwijt. En wat was de vraag? Ik ben het zelf ook vergeten. Nee. Waarom heeft het zo lang geduurd? Ja, maar ja, natuurlijk, ik wist natuurlijk wel dat de verkiezingen eraan zaten te komen. En ik wist ook wel dat het heel moeilijk ging worden, maar ik had totaal niet verwacht dat we in zo'n chaos zouden terechtkomen. Ja. En dat mijn hoofdpersonage op een bepaald moment zou moeten onderduiken uit vrees voor zijn leven. Dus daarna heeft het heel veel tijd gekost om... Dus ik had heel interessant materiaal, maar het was niet makkelijk om het te monteren. En mijn vriend en monteur, Jan de Koster, is hier in de zaal. Hij heeft schitterend werk gedaan. Yeah. Het was heel moeilijk. En ook, ik had heel veel materiaal in het Kirundi. Dat moest allemaal vertaald worden. Dus ook dat was een hele klus. Yeah. En goed verteld te krijgen was heel moeilijk. Maar we wisten dat we goed en sterk materiaal hadden. Dus we wilden er ook een sterke film van maken. Dus we zijn blijven doorwerken. Want was er ook een bepaalde gevoeligheid dan? Want je had heel veel. Het is duidelijk heel erg gevoelig. Maar was het ook omdat je met een bepaalde gevoeligheid te werk ging om dit te maken? Of was het vooral die stukken die je net benoemd? Tijdens het draaien bedoel je? Nee, tijdens het monteren daarna, om je verhaal echt te... Ja, het was ook heel moeilijk. Het is een heel complex verhaal met milities, met zusters die vermoord worden. Het is heel moeilijk om het uit te leggen. En bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, de voice-over was niet oorspronkelijk gepland, maar die hebben echt moeten... toevoegen, omdat we anders het verhaal niet verteld kregen. Ja. Dus dat is een van de redenen waarom het ook heel lang heeft geduurd om het echt goed te krijgen. Te krijgen, ja. Nou, dank je wel. Maar als ik het nu terugzie, en het is lang geleden dat ik de film heb gezien, dan vind ik het zelf wel goed eigenlijk. Ja. Dat is altijd goed. Hey, Bob, c'est à vous encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez perdu la confiance avec votre collègue.
dans le bureau de RPA. Qu'est-ce qui est passé chez vous dedans? Parce que j'ai vu que quelque chose a changé et vous ne partagez plus avec eux. Qu'est-ce qui est passé vraiment? Eventjes de vertaling. Wat is er gebeurd? Waarom bent u het vertrouwen verloren in uw medewerkers in het bureau van de RPA? Effectivement, comme vous l'avez vu dans les différentes séquences du documentaire, peut-être certains parmi vous le savent, dans toutes les dictatures au monde, ils pratiquent ce que je peux appeler une sorte d'espionnage, une sorte d'état policier. Les dictatures veulent tout contrôler, donc ils infiltrent la magistrature, ils infiltrent les avocats, ils infiltrent les journalistes. En fait, c'est dans ce cadre que le pouvoir dictatorial de Bujumbura, le service de renseignement, était parvenu à racheter, à corrompre certains parmi mes collègues, notamment pour m'espionner, pour savoir qu'est-ce que j'étais en train de préparer comme dossier d'enquête, pour savoir mes déplacements afin de pouvoir m'atteindre physiquement, parce qu'ils avaient planifié plusieurs fois de m'assassiner. Oui, ja. Zoals u waarschijnlijk ook allemaal wel weet en zoals u kunt zien in de documentaire, elke dictatuur, waar dan ook in de wereld, probeert uiteindelijk alles te gaan controleren. Door te spioneren, door een politiestaat te creëren, door overal alle belangrijkste instituties te infiltreren. De justitie, de journalisten, alle andere instanties, die worden er altijd bij, worden er mensen omgekocht. En dat hebben ze ook bij mij gedaan. Ze hebben elke beweging, overal waar ik naartoe ging, werd ik gecontroleerd. Ze hebben ook op die manier een paar keer mijn leven bedreigd. C'est une histoire très complexe. Il y a beaucoup de niveaux dedans. Donc, c'est un peu difficile de chercher de questions, parce que j'ai beaucoup de questions, mais nous avons le niveau personnel, nous avons le niveau de votre pays, nous avons le niveau de militaire, de le pouvoir dedans et l'histoire régionale. Donc c'est un peu difficile et vous avez le très bien fait, le documentaire, pour pouvoir communiquer ça. Mais je vais commencer avec le niveau personnel. Parce que je voudrais savoir comment votre combat a changé votre vie. Oui. Eventjes ter vertaling. Ja, dit verhaal heeft allemaal verschillende niveaus, verschillende lagen. En ik heb ongelooflijk veel vragen, maar nadat ik deze documentaire weer gezien heb, reizen er nog meer. Want er zit een persoonlijk verhaal in. Er zit ook het verhaal in van uw land, van de macht die daar heerst, van de regio en van allerlei andere personen die erin voorkomen. De documentaire is ontzettend goed, maar ik begin met de eerste vraag over uw persoonlijk leven. In hoeverre heeft dit verhaal, dit wat u over meegemaakt heeft, uw eigen leven veranderd? Merci beaucoup. C'est une très bonne question, surtout intéressante dans le cadre du contexte burundais. Et là, je vais répondre par une réponse tout simple. Vous le savez, ici, parmi vous tous, chacun a eu un rêve depuis son jeune enfance. Chacun, dans son enfance, s'est dit, moi, je voudrais devenir médecin, moi, je voudrais devenir militaire, moi, je voudrais devenir pilote pour certains. Alors, moi, de mon jeune âge, comme j'ai évolué dans une société sympa, la société burundaise, normalement, c'est une société sympathique, mais où l'injustice fait partie aussi de la culture. Ça, peut-être, on pourrait développer plus tard. Alors, quand j'étais enfant, quand je grandissais, je me disais, moi, je vais devenir militaire ou policier, juste pour essayer d'établir l'ordre au sein de la société, pour éviter des injustices. À défaut de devenir militaire ou policier, je me disais, je vais devenir magistrat ou avocat. Donc, voilà. Et puis, malheureusement, quand j'ai grandi, et je me suis rendu compte au fait que ce sont ces institutions-là qui sont tellement impliquées
dans les violations graves des droits de l'homme, notamment les magistrats qui ne pouvaient pas rendre justice, les policiers, les militaires qui étaient responsables des violations des droits de l'homme. Et c'est ainsi que quand j'étais à l'université, à la faculté de droit, je me suis dit, je me suis senti attiré cette fois-ci par le journalisme parce que c'était dans un contexte de guerre au Burundi. Je me disais que si je peux entrer dans les médias, je peux essayer de porter loin les voix de toutes ces victimes d'injustice et surtout que la radio dans laquelle j'ai commencé à travailler, comme vous l'avez vu, ça s'appelait la radio La Voix des Sans-Voix. Donc c'est comme ça. Alors peut-être avant de continuer. Oui. Merci. Mais, dank u wel, dat is een hele goede vraag. En een interessante vraag, vooral in de context van Burundi. Want u weet dat wij allemaal, en ik neem aan u ook als kind, een droom hebben. De een wil dokter worden, de ander militair, de volgende piloot misschien. Ik wilde in eerste instantie, u moet weten dat ik opgegroeid ben in een hele gezellige, leuke, vrolijke samenleving, maar waar ook heel veel onrechtvaardigheid plaatsvindt. Dat maakt deel uit van onze cultuur. En toen dacht ik, ik word, als ik later groot ben, militair of politie, om te zorgen dat al die onrechtvaardigheid wordt hersteld. Of misschien rechter, of advocaat. Naarmate dat ik groter werd, zag ik echter dat die onrechtvaardigheid plaatsvindt in die instellingen. Juist bij de politie, juist bij het leger, juist bij de rechters en de advocaten die geen recht deden. En vandaar dat ik op de universiteit in een context van burgeroorlog heb besloten dat ik journalist wilde worden. Om de stem van de stemlozen, van de slachtoffers, zoveel mogelijk te kunnen uitdragen. U heeft gezien dat onze radio, de RPA, ook duidelijk op zijn voorgever heeft staan, de stem van de stemloze. Merci. Et puis donc voilà, j'ai débuté ma carrière à la radio publique africaine, à la RPA, juste à ma sortie d'université. Je n'ai jamais travaillé ailleurs, seulement à la radio. Et je dois vous dire que je ne suis pas parfait, mais je suis vraiment animé depuis longtemps. C'est peut-être aussi lié à l'éducation reçue, à mes croyances aussi spirituelles peut-être. Mais je suis quelqu'un de trop attaché aux valeurs de justice, de tolérance. Et donc, je dois vous dire que c'est vraiment toutes ces valeurs qui ont caractérisé mon travail à la RPA. Et c'est pour cela que je me suis impliqué dans des investigations, par exemple, les plus sensibles, et où je pouvais même risquer ma vie, notamment quand il s'agissait des crimes d'État, parce que, à titre d'information, certains concitoyens ici dans la salle que je connais, qui ont travaillé au Burundi, ils le savent. Et le régime est au pouvoir aujourd'hui au Burundi, c'est depuis 2005. Depuis 2006, ils ont commis des massacres graves où ils ont assassiné des quarantaines de populations au nord du pays. Ils ont assassiné en 2009 un grand activiste anticorruption. En 2010, 11, 12, 13, ils ont commis ce qu'ils ont appelé le plan Safisha. Ça veut dire nettoyage. Donc, c'est une opération secrète militaire qui consistait à éliminer systématiquement tous les opposants. Donc, je me suis impliqué dans toutes ces enquêtes et heureusement, j'ai permis aux institutions nationales et internationales de se saisir de ces dossiers et d'enquêter. Et pour votre information, grâce non seulement à mon travail, mais aussi au travail des collègues de la société civile, aujourd'hui, le Burundi, même si c'est une dictature, c'est sous enquête de la Cour pénale internationale et sous enquête des enquêteurs de l'ONU. Vanaf het begin dat ik de universitaire opleiding heb afgemaakt, ben ik gaan werken bij de RPA. Ik heb nooit ergens anders gewerkt. En ik ben zeer zeker niet perfect, maar ik ben altijd gedreven. Waarschijnlijk komt dat ook door mijn opvoeding en mijn eigen geloof, mijn eigen spirituele leven. Ik heb altijd gehecht aan de waarden van rechtvaardigheid en tolerantie. Dat zijn ook de basiswaarden voor mijn werk.
En vandaar dat ik onderzoek wilde doen. Onderzoek naar wat er gebeurt tegen staatsmoorden en staatsmisdaden. En zegt, sommige mensen hier aanwezig in de zaal zullen het Burundese regime wel kennen en ook weten dat het aan de macht is sinds 2005. Al vanaf 2006 zijn er massamoorden gepleegd. In 2006 in het noorden van het land. In 2009 is een belangrijke activist die streed tegen corruptie vermoord. En vanaf 2009 tot 2015 heeft het plan Safisha, dat wil zeggen schoonmaak, geheerst over het hele land. En dat was gericht op het verwijderen en het vernietigen van elk persoon die tegen ons regime, tegen het regime in opstand kwam. Ik wilde daar onderzoek naar doen en ik heb door dat onderzoek ook nationale instellingen en internationale instellingen en met behulp van vele mensen uit de middenmaatschappij en de civiele maatschappij informatie kunnen vergaren waarmee internationale instellingen onderzoek blijven zeggen. En dat is ook dankzij deze mensen en deze instituties dat er op het moment onderzoek wordt gedaan naar wat er zich afspeelt in Burundi. En ik wil u zeggen dat Burundi ook voor het internationaal recht door het internationaal rechtshof wordt bestudeerd en door een specifieke instanties van de Verenigde Naties. Ja, dank u. Pour finir à répondre à votre question, excusez-moi, je ne vais pas être trop long. Et comme vous m'avez demandé qu'est-ce que ce combat a changé dans ma vie, et effectivement, je dois vous dire, aujourd'hui, c'est triste. Et je viens de passer 4 ans, bientôt 5 ans, sans mettre le pied dans mon pays. Mais je ne suis pas le seul. Il y a plus de 500 000 Burundais aujourd'hui qui sont en exil. Je ne suis pas le seul exilé. C'est vrai que je suis parmi les rares journalistes exilés, mais la crise de 2015... a fait qu'il y ait un demi-million de réfugiés qui sont un peu exilés dans différents pays de la région, mais d'autres sont parvenus à rejoindre l'Europe. Ici, aux Pays-Bas, il y a pas mal de réfugiés burundais depuis la crise de 2015. Alors, mon sentiment, c'est effectivement un sentiment de tristesse. Mais je dois vous dire que, comme je ne suis pas quelqu'un d'égoïste, Je me sens aussi heureux d'avoir mis mes valeurs au service de ma société, le Burundi, parce que c'est vrai que la crise est dure, mais on voit aussi qu'un peu partout dans le monde, pas mal d'entre vous d'ailleurs, il y en a, on sait que la plupart des gens de bonne foi s'investissent pour trouver une solution durable au Burundi. Et quand cette solution sera trouvée, il y aura de quoi être fier qu'on a contribué à l'amélioration de la vie des citoyens. Nog een kleine extra opmerking. U vroeg wat deze strijd aan mijn leven heeft veranderd. Natuurlijk ben ik verdrietig en ongelukkig dat het al bijna 5 jaar is dat ik niet terug heb kunnen gaan naar mijn land. Maar u moet weten dat ik zeker niet de enige ben. Ongeveer 500.000 mensen hebben Burundi moeten ontvluchten en leven in de regio of hier in Europa. En dat is heel belangrijk dat men daar rekening mee houdt, dat men daar bewust van is. Maar en ik ben dus aan de ene kant verdrietig, maar aan de andere kant moet ik niet egoïstisch zijn. En dat ben ik ook niet. Ik ben blij dat mijn waarde en ons onderzoek en werk ten dienste heeft kunnen staan van mijn land. En we leven nu in een grote crisis, maar iedereen weet ook dat er overal in de wereld mensen zich inzetten voor rechtvaardigheid en proberen de situatie te verbeteren in Burundi. En de situatie zal op een gegeven moment absoluut verbeteren. Merci. Merci beaucoup. Ik dacht, we hebben niet zo heel veel tijd, maar ik wil toch wel... zijn er vragen in de zaal? Ja, een aantal. Dus ik denk dat we, als je het kort kan houden, heel kort, dan kunnen we 2 vragen doen. Ja, laten we hier beginnen, hiervoor. En dan... Bonsoir, merci beaucoup. J'avais une question dans le documentaire. On voit que c'est surtout dans les banlieues, ça, c'est beaucoup plus intense. Et je me demandais quelle était la raison. In de buitenwijk kunnen we zien dat het best wel intens wordt. En ik vroeg me af, wat is de reden?
Oui, merci. Oui, c'est vrai que, comme l'a dit le réalisateur, mon ami Mano, il ne pouvait pas être partout en même temps. Le Burundi compte 17 provinces. Et bon, pour votre information, c'est un pays, je pense, de presque la même taille que la Belgique et les Pays-Bas. Je ne sais pas si je... C'est un peu ça? Oui, oui, c'est... Alors, partout, en fait, dans toutes les provinces, il y a eu des mouvements de contestation contre le troisième mandat du président illégal et anticonstitutionnel. Et effectivement, c'est dans les banlieues où il y avait vraiment une très forte motivation, puisque c'est vraiment là où il y a des populations qui croupissent dans la misère à cause de cette dictature. C'est là où il y a vraiment des fortes injustices, des cas d'extrême injustice, d'extrême pauvreté. Et bon, je dois dire aussi que mais je dois aussi préciser que dans pas mal de milieux urbains, notamment par exemple dans la capitale Bujumbura, vous l'avez vu à un certain moment, il y a eu des fortes manifestations, sauf que partout le régime a essayé d'étouffer les manifestations par vraiment une répression sanguinaire parce que la police tirait à balles réelles. Donc pour votre information, dans le documentaire ce n'est pas très précis, mais durant les quelques 2 mois de manifestation, il y a eu des centaines de morts. Et pour votre information, tant que j'ai la parole, aujourd'hui, des observateurs qui suivent de près la situation parlent de plus de 8000 morts depuis la crise de 2015. Ja, zoals u ook al kunt begrijpen, en mijn vriend Mano dat heeft gezegd, kon het natuurlijk moeilijk overal tegelijkertijd zijn. En voor uw informatie, Burundi bestaat uit ongeveer 17 provincies. En als ik me niet vergis, heeft het de oppervlakte van Nederland en België samen. Overal heeft er protest plaatsgevonden toen de president gezegd had dat hij voor een derde mandaat zich kandidaat zou stellen en dat geheel illegaal en tegen de grondwet indruiste. Waarom was het sterker in de buitenwijken? Omdat daar de mensen nog meer gemotiveerd zijn. Omdat ze daar nog meer in een echte misère leven, in een afschuwelijke armoede. En vooral gebukt gaan onder die dictatuur. Het lijkt wel of dat daar de onrechtvaardigheid en de armoede veel extremer is nog dan in de rest van het land. Maar zoals u heeft gezien in de stad en in de hoofdstad Bujumbura is er ook veel geprotesteerd. Het regime heeft het constant onderdrukt. Er is met de politie schoot met echte kogels en er zijn talloze honderden mensen overleden en vermoord tijdens de 2 maanden van protest. Sinds 2015 heb ik van de informanten ongeveer het cijfer van 8000 moorden sinds deze dictatuur en sinds 2013 aan zijn derde mandaat is begonnen. Merci. En daar hadden we een vraag. Ja, voor. Oui, merci. Je voudrais demander quelque chose sur l'histoire de Burundi. Vous avez eu une guerre civile, un presque génocide en 72 de milliers et milliers de personnes. Est-ce que cette histoire compte encore pour les événements d'aujourd'hui? La première question, je peux demander une deuxième? Non. Even een vraag met betrekking tot de geschiedenis van Burundi. U heeft een burgeroorlog gekend. In 1972 zijn er enorm veel doden gevallen. Is de burgeroorlog nog van grote invloed op wat er zich nu afspeelt in Burundi? Effectivement, vous le savez, le Burundi komt dans pas mal de pays en voie de développement, comme pas mal de pays sous dictature. Le Burundi connaît une série de crises cycliques, de crises sécuritaires, effectivement, comme vous le dites, depuis les années 1972, 1988, 1993.
jusqu'en 2005, donc en 2015. Donc, depuis son indépendance, le Burundi a connu presque 4 ou 5 guerres. Alors, c'est vrai que dans l'OTAN, il y avait des crises sécuritaires, des guerres qui étaient liées à des conflits intercommunautaires, interethniques, mais c'est effectivement le rôle de l'accord d'Arusha dont on a parlé dans le documentaire. Parce qu'en 2000, il y a eu signature d'un grand accord d'Arusha. Pour votre information, d'ailleurs, la plupart d'entre vous, vous le savez, l'accord d'Arusha était parrainé par deux célèbres politiciens, à savoir l'ex-président sud-africain Nelson Mandela et l'ex-président tanzanien Julius Nyerere. Donc, l'accord d'Arusha aussi était parrainé par les présidents comme Bill Clinton, je me rappelle, les Nations Unies étaient là, l'Union africaine, et c'est cet accord d'Arusha que Nkurunziza a violé. Parce que cet accord d'Arusha, par exemple, avait bien défini la crise burundaise, excusez, en disant qu'il faudra un partage du pouvoir entre toutes les composantes ethniques du pays. Et puis, ils avaient aussi exigé, pour éviter des dictatures, à ce qu'il n'y ait plus un président qui fasse plus de 10 ans au pouvoir, notamment 2 mandats de 5 ans, 5 ans. Et c'est ce que Nkurunziza a violé en faisant un 3e mandat anticonstitutionnel. Et vous l'avez vu aujourd'hui, il va se faire 5-7 mandats jusqu'en 2034. Donc c'était pour vous dire que la crise actuelle n'a rien à voir avec les anciennes crises. Parce qu'aujourd'hui, les Burundais sont vraiment unis et solidaires. Seulement, nous faisons face à une dictature sanguinaire. Burundi kent, net als veel ontwikkelingslanden die in een dictatuur leven, natuurlijk heeft ook vele crises meegemaakt. En veel ontwikkelingslanden maken dat ook mee. In 1972, in 1988, 1993, 2005, 2015. Eigenlijk sinds de onafhankelijkheid zijn er al ongeveer 4 of 5 oorlogen gevoerd op ons grondgebied. Maar vroeger waren er natuurlijk ook crises. Die waren meer van etnische of aard of tussen gemeenschappen onderling. Daar is een einde aangekomen door het ondertekenen van de akkoorden van Arusha. Er wordt ook vermelding over gemaakt in de documentaire. Dat akkoord is ondertekend in 2000 en werd onder leiding en onder steun van onder andere Nelson Mandela, de president van Nigeria, de heer Nigeria van Tanzania, Bill Clinton, de Afrikaanse Unie, de Verenigde Naties. En daar in dat akkoord wordt duidelijk vastgelegd hoe de macht verdeeld moet worden tussen de verschillende etnies onderling en ter voorkoming van elke vorm van dictatuur mocht er nooit meer dan 2 keer een mandaat worden aangenomen door 1 en dezelfde persoon, dus 2 x 5 jaar. En dat is wat deze president nu heeft veranderd. Hij heeft het verlengd zelfs tot 2034 met als gevolg dat hij eindeloos, zeg maar, kan blijven zitten. En in die zin is deze crisis anders dan de voorgaande crisis. Want de Burundische bevolking is nu solidair. Solidair ten opzichte van een gewelddadige dictatuur. Merci beaucoup. Dank jullie allemaal wel. Ja, applaus voor. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous remercie tout le monde pour cet honneur que vous m'avez accordé d'être aujourd'hui avec vous ce soir. Mais je me permets vraiment de prendre encore une minute, puisque j'ai l'occasion d'avoir cette opportunité. Parmi vous, c'est sûr qu'il y a des fonctionnaires du gouvernement néerlandais. Parmi vous, je sais qu'il y a pas mal de chercheurs. Je voulais attirer l'attention vraiment et partager mon indignation et ma préoccupation avec vous du fait que, comme je l'avais dit dans mon petit mot d'introduction, que la dictature n'affecte pas seulement nous, les victimes directes. Ça affecte vos sociétés, ça vous le savez, les chercheurs le savent plus que moi, les diplomates, les fonctionnaires de l'État.
Vous le savez, par exemple, aujourd'hui, le Burundi est sous sanctions européennes. Donc, ça veut dire que ça bloque quelque part quelques très bons projets que les Pays-Bas avaient dans la région des Grands Lacs. Vous le savez, je sais qu'il y a blocage, par exemple, aujourd'hui, de pas mal de projets que les Pays-Bas étaient en train de financer au niveau de l'East African Community, parce que le Burundi fait partie de l'East African Community. Donc, il y a paralysie de pas mal de projets, que ce soit même sur le plan international. Deuxième chose, qui est la dernière, j'apprends ici en Hollande, je sais que les politiques migratoires, c'est vraiment une question casse-tête aujourd'hui en Europe et dans pas mal de pays. Mais je voudrais vraiment m'adresser à certains chercheurs parmi vous, à certains cadres du gouvernement, s'il y en a, et de faire preuve quand même d'humanisme, parce que ça nous fait énormément mal quand nous apprenons que des citoyens civilisés épris des droits de l'homme, comme des Hollandais, sont en train de vouloir déporter des réfugiés burundais ici qui sont en train de demander asile, qui veulent les livrer aux loups. Parce que le président burundais aujourd'hui avec sa milice, ils sont devenus des loups. Donc je m'adresse à vous pour faire vraiment un plaidoyer auprès de votre gouvernement, de faire preuve d'humanisme et d'attendre un office quelques temps et d'arrêter en paix de livrer les victimes de la dictature aux dictateurs. Bonne nuit, je vous remercie. Heel even, als u het goed vindt. Ik wil eerst u hartelijk danken voor de eer dat ik hier vanavond aanwezig mag zijn. Ik weet dat onder u zeer zeker onderzoekers zijn, vertegenwoordigers van de Nederlandse regering. En ik vraag uw aandacht om één groot probleem, één groot element wat u niet moet vergeten, wat ik ook in mijn inleiding heb gezegd. Wij zijn niet de enige slachtoffers van de dictatuur. Ook u, ook uw samenleving, ook de zogenaamde ontwikkelde wereld is slachtoffer. Vandaag in Burundi is er een dictatuur. U moet weten dat er sancties door de Europese Unie zijn opgelegd, waardoor een aantal projecten en uitwisselingen met Nederland en andere landen niet meer mogelijk zijn. Deze projecten met onder andere in de Grote Meren of de East African Community, dit is allemaal stilgelegd vanwege die dictatuur. En tweede opmerking, ik weet dat er in Nederland enorm veel gesproken wordt over de angst voor migranten en dat het een politiek element is. Maar het grote probleem, en ik verzoek u allemaal, dat in een land als het uwe, waar humanisme en tolerantie als een van de belangrijkste waarden wordt uitgedragen, wordt, dat u, onderzoekers en politici, deze boodschap uitbraagt naar uw bevolking, naar de regering. Want dat het ongelooflijk is dat vluchtelingen die hier aan de deur kloppen, weer worden uitgeleverd aan de dictatuur en daar voor de wolven worden gegooid. Want daar komt het op neer. Deze dictatuur, dat zijn de wolven van vandaag. Dank u wel. Ik wil jullie allemaal bedanken. Ik wil ook jullie drieën bedanken voor alles wat jullie hebben gedaan. Het is heel erg belangrijk. Ik weet dat we geen tijd meer hebben, maar ik denk dat deze laatste boodschap, dat wou ik ook al zeggen over wat hij in de inleiding zei, dat het lijkt misschien heel ver weg, maar het heeft natuurlijk impact op ons allemaal. Dus en ik vind de oproep tot humanisme en gewoon verantwoordelijkheid nemen voor de rol die we spelen in een wereld die zo met elkaar verbonden is, zeker als het gaat om migratie. Ik hoop dat we dat tenminste meenemen als we hier weglopen. Dank jullie wel. En voor de mensen die willen blijven voor de tweede. Ja, ik dacht ik eventjes dat het natuurlijk even de mogelijkheid jullie bieden om een bedankje te halen of zo. Mag ook weer mee de zaal in. En dan gaan we zo meteen over 10 minuutjes, dat loopt dus een kwartiertje uit, verder met het tweede gedeelte. Voor wie ook verder wil gaan met het tweede gedeelte, dan gaan we net ietsje meer de nacht in. Ja. Prachtig, mooi te vertellen. Ja, geweldig. Dank je wel.